Hallo allemaal. Vandaag is de dag van de gibbon. Gibbon. Ik denk, wat is ook alweer een gibbon? Ik zal het even verzinnen. Is dat een soort hamster of zo? Nee. Een gibbon is een slingeraap. Laten we die nou eens even gaan tekenen. Doe je mee? Ja, een gibbon. Hoe ziet een gibbon er nou uit? Nou, sowieso een neus hebben ze. Dat is altijd wel handig, een aap met een neus. Zo. En even een hele aparte gezichtstekening. Zo'n gibbon. Grote ogen. Zo. Ja, de gibbon is ook wel erg zo'n mensenaap die ook heel veel op de mens lijkt. Zo. En dan ja, heeft hij duidelijk zo'n aftekening om die kop heen zitten. Waardoor die goed herkenbaar is. Nou, een gibbon is een slingeraap. Hele lange armen en hele lange benen. En ja, ik vind het wel een van de leukste apen als je in de apenhul bent bijvoorbeeld. Om naar te kijken, omdat die zo... Dat ze zo slingeren. En van die spectaculaire bewegingen maken, zeg maar. Zo. Ja, nou heb ik eigenlijk al geen plek meer van die hele lange armen weer te geven. Misschien moet... Nou, dit is dan de kop van de gibbon in ieder geval. Hoe zien dan die armen eruit? Zo. Wat aardiger maken, zo. Ja, hoe ziet dan de gibbon er uitgetekend uit, zeg maar? En dan doen we wat kleiner tekenen hier. Dan heb je dan dat typische gezichtsvorm zo. En de ogen zo en de neus. En dan... Zo. En dan heeft hij dus inderdaad die hele lange armen. En dan kan hij zich vasthouden aan het tak. Of aan een touw natuurlijk. Het kan natuurlijk ook een touw zijn zo. Waar ze aan slingeren. En zo. Ja, dan heeft hij. Ook echt nog hele lange benen en lange voeten. Zo. En die voeten zijn natuurlijk ook een soort handen. Zo. Nou, hij is lekker aan het slingeren. Nou, als je nog nooit een gibbon hebt gezien, zou ik zeggen, ga maar eens bewonderen in de apenhul bijvoorbeeld. En ja, ik vond het leuk om daar uren naar te kijken. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.